Ik wil sowieso dat het is ons dit jaar gelukt, ondanks, want vorig jaar hadden we ook zo'n prognose, toen ging het ook niet goed. Toen is het ons toch gelukt om de kinderarmoede omlaag te krijgen. En dan is het belangrijk dat je gezinnen ondersteunt met ook echt financiële maatregelen die Ja. hen helpen. Maar ook dat we naar de energierekening kijken, want die is voor heel veel mensen natuurlijk heel spannend geweest. En ook komende winter zijn we daar onzeker over. Maar ook bijvoorbeeld dat je huizen gaat isoleren. En dat is ook iets waar je de provincie hele goede dingen kan doen. Dus ik vind het in die zin belangrijk dat we en kijken hoe kunnen we zorgen dat je genoeg hebt in je portemonnee om de energierekening te betalen en de boodschappen. Maar hoe kunnen we ook zorgen dat we dingen die we, de problemen die we structureel kunnen oplossen, bijvoorbeeld als je huis niet zo goed Ja. geïsoleerd is, dat we daar ook werk van Maar maken. dat zijn vrij algemene termen, die natuurlijk heel goed zijn. Niks Ja. mis daarmee. Maar wat gaat u concreet zeggen tegen mevrouw Schouten? Ik wil niet meer dan hoeveel kinderen in armoede volgend jaar? Want dat zou geloof ik gehalveerd worden, hè, volgens het regeerakkoord. Zeker, dat willen we ook nog steeds. Daar gaan we heel, heel stevig voor. En ik zeg tegen mevrouw Schouten, maar eigenlijk tegen het hele kabinet, maak er werk van dat de mensen die nu het hardst getroffen worden Ja, door die nee, dat inflatie. zei u net ook. Ja. Maar welke bedragen heeft u het over? Welke getallen heeft u het over, is mijn vraag. Nou, ik vind het heel lastig, want we hadden ook niet voorzien hoe hard de inflatie zou gaan. Ik vind het heel lastig om daar een getal aan te Ja. koppelen, want dat is volgende week weer een ander Ja, maar getal. ja, Het gaat het mij kabinet erom. moet nu wel natuurlijk Ja, aan het werk tuurlijk. met Maar dat. concrete. Ja, maar dat doe je dus met maatregelen waarvan je zeker weet dat de gezinnen die het hardst in nood zijn, dat je die helpt. Dan kan je denken aan verschillende dingen, als het kindgebonden budget, als nadenken over hoe kunnen we de energierekening, kunnen we het zo doen dat mensen die het moeilijkst bij kas zitten, dat we juist hen helpen. Ja, want het En dat kan je energieplafond gaat heel er goed af, hè, na richten. dit jaar in principe. Ja, het is dus nodig dat we kijken welke maatregelen gaan we mee door. Ja. En welke maatregelen die, als jij een dikke portemonnee hebt, dan heb je het helemaal niet nodig dat je Nee, maar we hebben het zo nu ook geholpen wordt. gekregen, de mensen met een dikke portemonnee. Nou, dat zegt u goed. En dat was heel nodig in deze zomer om zo snel mogelijk te voorkomen Kon dat. niet anders, hè? Praktisch gezien, geloof Precies. ik. En Ja. volgens mij, we hebben nu iets langer de tijd gehad. Maar laten we alsjeblieft, en laat dat vooraan staan, kinderen die opgroeien in armoede, gezinnen, laten we hen helpen. Want ze moeten niet in de kou Dus als staan. wij hier volgend jaar weer zitten, wat zomaar zou kunnen, je weet het niet. En Sluit niks er zijn uit. dan inderdaad 1 miljoen mensen die in armoede leven, dan is er echt iets misgegaan wat u betreft. Dat zou allereerst ontzettend verdrietig zijn voor iedereen, want armoede verlamt je. Dat beknelt je. En dus daarom wil ik er zo hard werk Ja, van maken. Ja. dus dan is er iets misgegaan. Laten we hopen dat het ons met elkaar lukt om dat Ja, te ik probeer iets voorkomen. afrekenbaars van u te horen, Ja, maar dat maar ik hoor ik wil. maar niet. Nou, u hoort alleen maar dat ik dit heel Ja, graag nee, ja, wil. maar u bent politicus, u moet dingen doen, niet alleen Ja, willen. maar ik doe ook elke dag dingen. Ik heb hier in augustus hebben wij heel hard geknokt om Ja, ervoor te en toen zorgen. is het gelukt, Toen zegt is het u. gelukt. Die inzet ga ik weer leveren. En dat doe ik allermeest omdat ik niet wil dat de rijen bij de voedselbank nog groter Ja. worden. Of dat mensen, dat kinderen geen nieuwe kleren krijgen. Dus daar ga ik voor. Maar ik ben niet iemand die hier een glazen bol bij zich heeft dat ik alles Nee. precies weet hoe het zal gaan Nou ja, komend maar in jaar. het regeerakkoord staan natuurlijk ook concrete getallen, Ja, bijvoorbeeld over zeker. kinderen En in daar gaan armoede we en ook zo. voor. Ja. Alleen dat is wel het regeerakkoord. Daar ga ik helemaal voor. Maar toen hadden we geen oorlog in Nee, Oekraïne voorzien. En nee. nog is het ons gelukt om de kinderarmoede omlaag te brengen. Dus laten we daar ook verder op gaan. Meneer Klein, dit zijn provinciale verkiezingen. Ja. Gaat het eigenlijk over dit soort dingen volgende week? Jazeker. Ja, Kijk, toch wel? de provincie mag van de Rijksoverheid geen inkomenspolitiek voeren. Dus wij kunnen niet zeggen, wij gaan mensen die krap bij kas zitten, gaan we geld geven. Nee. Maar in de keuzes die wij maken als provincie, kunnen we wel zorgen dat het niet steeds verder opstapelt. Dat de mensen die al in slechte situaties zitten, nog slechtere situaties Wat komen. voor keuzes heeft Dan u denk dan je over? bijvoorbeeld over hoe je het openbaar vervoer regelt. De afgelopen weken zijn er stakingen in het openbaar vervoer. Ik hoor verhalen van scholieren uit de provincie in de kop van Noord-Holland. Die moeten naar een school in Leeuwarden. Die moeten nu door ouders gebracht worden omdat ze gewoon niet meer kunnen. En dat is niet één dag, dat is nu 8, 9 dagen achter elkaar. En dat is een voorbeeld waar mensen die al in een lastigere situatie zitten, ook nu weer extra geraakt worden door En hoe zoiets. gaat u dat oplossen? Dan gaan we zorgen dat we gaan investeren in het openbaar Wacht even. vervoer. U zegt Kijk. we gaan zorgen voor. U heeft 1 zetel in de Provinciale Ja. Staten waar 55 zetels in zitten. En Klopt. ik waardeer uw ambitie, maar dan moet u een hoop doen. Ja, maar we hebben de afgelopen 8 jaar al heel veel gedaan. En als er één ding wat duidelijk is geworden, is dat we als provincie onze investeringen moeten verhogen. En ik denk dat de meeste partijen in de Provinciale Staten inmiddels er wel aan toe zijn dat wij als provincie meer geld moeten gaan inzetten om te zorgen dat we ja, de structuren in de provincie versterken. En heeft u het dan over goedkoop openbaar vervoer, als u het over die buslijnen heeft? Nou, Of? goedkoper zou kunnen. Ik denk vooral aan goed openbaar vervoer, zodat het een volwaardig alternatief is voor mensen. Dat mensen niet, Ja, die maar geen auto als hebben. mensen minder geld hebben dan, en het blijft even duur, dan helpt u ze niet. Ja, nou precies. Misschien moeten we ook iets aan de prijs doen. Dat is, Oh, kijk. we hebben bijvoorbeeld een motie ingediend in de Provinciale Staten. In
opgeroepen werd om de BTW op openbaar vervoer af te schaffen. Het zou natuurlijk een hele mooie manier zijn geweest om het openbaar vervoer per direct een stukje goedkoper te maken. Maar het is heel indirect wat de provincie kan doen. Dit ligt echt op het bord van de gemeente, van de plaatselijke overheid en van Den Haag, vermoed ik. Ja, maar eigenlijk heel veel dingen die de provincie doet zijn indirect, maar daarmee wel nog heel impactvol. Ja. Want we hebben in Noord-Holland 44 gemeentes. Sommige daarvan zijn groot en kunnen dingen heel goed regelen. Gemeente Amsterdam kan prima een energiearmoede aanpak opstarten. Daar hoeft de provincie echt niet voor te helpen. Maar als je het hebt over een gemeente als Opmeer of zo, daar zitten gewoon een paar ambtenaren op het hele energievraagstuk. Als je hen vraagt, ga nu werken aan een isolatieprogramma voor de huizen, zodat we die energiearmoede structureel oppakken. Ja, dan kan dat natuurlijk niet. Nee, dat gaat niet werken. Er was het ander nieuws vandaag. Netbeheerder Alliander, die waarschuwt dat het te druk wordt op het stroomnet. En die houdt rekening met knipperende lampen of zelfs stroomafval. Hier doet gelukkig alles het nog. Moeten we daar echt bang voor zijn hier? Want Alliander is ook actief in Noord-Holland? Ja, zeker. Dat is onze regionale netbeheerder. Ja, ik ben niet iemand die gauw bang is, maar ik denk wel dat... Zenuwachtig dan? Ik denk wel dat we moeten zorgen dat we hier de volle aandacht op hebben. En het is eigenlijk de afgelopen 4 jaar duidelijk geworden dat we ook daar te weinig in hebben geïnvesteerd en te weinig zijn voorbereid geweest op die hele verandering van de energietransitie. Ja. En nu moeten we dat energienetwerk versterken. Nou, de provincie kan vergunningen verlenen. Dat doen we als provincie ook versnelling al aan. Door bijvoorbeeld dan integraal een vergunningsaanvraag te doen. Waardoor een heleboel procedures tegelijk gaan lopen. En ja, dan hoop je dat zo'n traject in plaats van 10 jaar... misschien in 5 jaar opgelost kan worden. Ja, zodat je dat kan versterken. Ja, en dan kan het licht weer aan. Ja, maar dat is zeg maar de lange termijn oplossing. We hebben ook korte termijn oplossingen. Dat is bijvoorbeeld, ga efficiënter om met het energienetwerk. Ja, want dan moet je als bedrijf 's nachts gaan werken en zo, toch? Dat zijn nog wel dingetjes dat zijn extreme voorbeelden. Maar wat ik ook weet, dat bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer, daar zitten een aantal datacenters en die hebben 2 keer zoveel capaciteit aangevraagd voor hun stroomaansluiting dan wat ze daadwerkelijk gebruiken. Oh. Formeel is het net daarmee vol. En kun je niet meer verder uitbreiden. Nou, ik denk dat je als overheid duidelijk zou moeten zeggen van, hé jongens, dit is niet een eerlijke manier van verdelen. We hebben allemaal het probleem en we moeten dus met elkaar die oplossing zoeken. Ja. En dit kan zo niet. En u bent in uw eentje in die staat. Krijgt u veel voor elkaar eigenlijk? Ja, ik denk dat wij best wel invloedrijk zijn. Wat is het belangrijkste? Kunt u een succes van de afgelopen jaren noemen? Nou ja, zit er al een tijdje. Ja, heel recent hebben wij gezorgd dat er een subsidie kwam om warme kamers in de provincie. Zoals bijvoorbeeld dit soort initiatieven. Ook van het leger. Het was hier best koud hoor vanmiddag. Nou, ik kwam hier binnen, ik vond het heerlijk warm. Maar dat kwam misschien omdat het buiten zo koud was. 10 minuten in de sneeuw gestaan. Ja, dat klopt, ja. Maar dat is een heel mooi voorbeeld waarvan je als provincie kan zeggen van, kijk, hier kun je iets doen voor mensen. Maar we hebben nog veel meer leuke voorbeelden. Ja, nee, ik wilde er maar één. Dank u wel, heel goed. Dit is de dag. Alle staten. Oh, kom nog wat achteraan. Heet hangijzer, ook hier in Alkmaar, is de opvang van asielzoekers, heb ik me laten vertellen. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland moeten fors meer mensen gaan opvangen. In Noord-Holland maar liefst 5 keer zoveel, van 2300 naar 11.000. Waarom heeft u zo'n grote achterstand? Dat komt omdat de verdeelsystematiek die nu is voorgesteld, die is gebaseerd op het aantal inwoners en dat was hij niet. En daarmee ligt er voor Noord-Holland een relatief grote opgave, omdat we nu eenmaal heel veel inwoners hebben. Ja. We hebben 2,8 miljoen inwoners, in Zeeland 300.000. Dus dat geeft wel even aan hoeveel meer dat is. Wanneer is er de afgelopen jaren te weinig gebeurd waarschijnlijk? Ja, dat hebben we gezien. We hebben de asielopvangcrisis gezien in Ter Apel. En dat komt natuurlijk omdat te snel de opvanglocaties zijn afgebouwd. En dat is denk ik een hele onhandige keuze geweest om dat te doen. Ik snap dus ook heel erg goed dat we zeggen, nu moeten we als gemeentes in het hele land zorgen dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om een deel van de mensen die naar ons land vluchten, om die op te vangen. En de provincie kan dan gaan dwingen als gemeentes niet willen, dat is het idee. Ja, dat is het idee van de wet. Dat is trouwens wel een taak van de commissaris, de Rijksheer. Dus daar gaan wij als politiek bestuur niet over. Okay. Maar dat komt wel op neer dat dan de provincie, als je er niet uitkomt in gesprekken. Maar kijk, is het haalbaar, 8000 mensen er zo snel bij? Maar laat u ze. Ja, nou kijk, we hebben nu twee hele grote opvanglocaties. Een asielzoekersschip in Velsen. Ja, Velsen Noord. We hebben het vaak erover gehad en dit is de dag. 1000 mensen zitten daar, geloof ik. Ja, precies. Ja, hele ongelukkige locatie, want het is het meest onfortuinlijke wijkje van Noord-Holland ongeveer. Ja, maar het ging hartstikke goed, hoorde ik. En tegelijkertijd, na de eerste zorg die mensen hadden, zie je dat het hartstikke goed gaat. Komt er was heel beloofd dat ze weg zouden zijn op 1 maart en dat is niet gelukt. Nee, dat lijkt me ook een hele onhandige belofte die is gedaan. Ja, die is wel echt heel nadrukkelijk. Precies, maar goed, dat is
Kijk, dat is de gemeenteraad van Velsen en de burgemeester. Daar kunt u niks aan doen. Nee, die hebben nu een referendum. Maar hoe schat u het in hier in de provincie? Is er ruimte voor 8000 en ik begreep later ook nog 1000 minderjarige alleenstaande vreemdelingen? Die moeten er ook bij. Kan dat? Ja, het is heel erg veel. Aan de andere kant, ik zei al, we hebben 43, 44 gemeentes. Dus we hebben ook best wel gemeentes die allemaal zeg maar, op kleinschalig niveau iets kunnen doen. Dus als iedereen er een paar honderd weet op te vangen. Ja, dan zijn we in Nederland. Dan kom je naar de Gentje. Mevrouw Becker, het piept en het kraakt, hè, dit. In het hele land volgens mij, maar zeker dan ook hier. We zien in het hele land, we zien eigenlijk dat op een aantal plekken in het land het heel erg piept en kraakt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Ter Apel, waar mensen buiten hebben geslapen en wat we gewoon niet meer willen. En wat ik dan belangrijk vind, is dat we eigenlijk ervoor zorgen dat de opvang van mensen die hier asiel zoeken en die zijn gevlucht, vaak vanwege ernstige omstandigheden, dat we voor hen een goede opvang hebben. En dat te lang is alleen maar gedacht vanuit efficiëntie. Grote opvanglocaties en de rest is wegbezuinigd. Ja. En eerlijk gezegd, dat is al heel lang gezegd door deskundigen. Als ChristenUnie hebben we het ook lang bepleit en nu gaat het gebeuren. Zorg nou dat je in elke gemeente een kleinschalige opvang hebt of een opvang die past bij de grootte van de gemeente. Want dan zorg je ook voor draagvlak lokaal en zien we ook dat ook het voor vluchtelingen veel fijner is om daar te landen en ook een stabiele plek te hebben. Dus geen boot met 1000 mensen in een plaatsje met 3500 inwoners. Ik ben echt heel erg dankbaar voor wat de gemeente Velsen hier doet. En ook hoe ze juist, ja, als de nood het hoogst is, zeggen, dan zullen wij er staan. En eerlijk gezegd hoop ik dat meer gemeenten dat doen. Maar in het ideale geval past de omvang van een asielzoekerscentrum en van een opvanglocatie bij de grootte van een gemeente, zodat ook vrijwilligerswerk ook goed gedaan kan worden vanuit de gemeenschap. En dan zie je ook dat men dat je aan elkaar went en dat het ook heel goed kan gaan. En dan is 1000 op 5300 niet een goede verhouding. Dat is een stevige verhouding waarvan ik zeg dat kan kortdurend, maar niet voor de lange termijn. Nee, nee. Steunt u eigenlijk de poging van met name CDA en VVD om de instroom te beperken? Daar wordt hard aan gewerkt. Hè? De premier Rutte was gisteren nog weer in Italië bij mevrouw Meloni. Wilde die dan deals mee sluiten? Of wilde die samen mee op reis om deals te gaan sluiten in Afrika? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, hij had hele plannen. Kijk, wat heel goed is, is dat Europa als geheel een verantwoordelijkheid voelt voor zoveel mensen die van buiten Europa aankloppen bij een rijk continent. Ja. Maar dit was echt een deal tussen twee landen, als ik het goed begreep van premier Rutte. Nou, daar moet hij nog, dat gaat hij ook nog verder toelichten in de Tweede Kamer. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat we veilige routes krijgen. Ik zie nu heel veel, ik ben zelf woordvoerder mensenhandel, mensensmokkel, waarin je echt heel veel slachtoffers ziet, juist van uitbuiting, op hele onveilige routes over de zee naar Europa toe. En dat moet echt anders, want ook hier zijn mensen onderweg, vaak met een verdrietig verhaal. Maar zelfs als er een verhaal is waarvan je denkt, jij kan ook in je eigen land weer aan de slag, dan nog steeds is daar iemand onderweg in hele gevaarlijke omstandigheden. Ja. En dat moet anders. Dus goed dat hij dit soort deals gaat sluiten wat u betreft? Als hij zich daarbij ook echt richt op het versterken van ook de positie van de landen waar mensen vandaan komen, dan kunnen daar ook afspraken gemaakt worden die helpen. Dat geloof ik. Tegelijkertijd als mensen bijvoorbeeld vanwege een oorlog, bijvoorbeeld als iemand, een christen in het Midden-Oosten, die daar niet zijn geloof kan beleiden en eigenlijk bedreigd wordt, als die op de vlucht slaat, moet die altijd welkom zijn in ons midden. Maar zegt u dan, we moeten wel degelijk ons best doen om die instroom inderdaad te beperken, omdat het piept en kraakt op allerlei plekken in het land? Of zegt u van ja, die mensen komen en er zullen er alleen maar meer komen, want het klimaat gaat ook nog veranderen. Dus krijgen we ook nog heel veel klimaatvluchtelingen uit de wereld. Wend er maar aan. Ik zeg, stop je kop niet in het zand. We weten dat inderdaad dat er mensen zullen blijven vluchten en dat we daar echt goed mee om moeten gaan. Want ook dat zijn mensen. Niet iedereen kan in Europa komen. Daar moeten we afspraken over maken. Maar gelooft u erin dat we invloed hebben op de omvang van die instroom? Want heel veel mensen zeggen, ja, je kan daar eigenlijk niks aan doen. Dus er is een oorlog en ze komen. Nou, in het geval van een oorlog zouden we allemaal vluchten, denk ik, als we daar met ons gezin in zaten. En ik denk ook dat we dat bewustzijn moeten hebben. Maar dan ook even kijken in alle realiteit. Als we kijken hoeveel mensen komen Nederland binnen, dan is 1 op de 10 een vvluchteling vanwege oorlog. En die 9 anderen komen vanwege werk, vanwege studie, vanwege de liefde. En eerlijk gezegd vind ik het dan ook wel goed om het hele verhaal te vertellen en ook te kijken van, hey, wie laten we binnen in ons land, maar ook hoe lang blijf je hier? Mijn vraag is, wilt u die instroom inperken? Ik laat u zien dat de instroom, dat we te vaak hem alleen focussen op asiel, op vluchtelingen. Maar ik vraag of u die asiel en instroom wilt inperken. Dan kunt u zeggen, nee, dat wil ik niet. Dan snap ik wat u bedoelt. Nou, ik geef aan dat ik vind dat we met Europa moeten kijken hoe we de instroom op een goede manier eigenlijk kunnen zorgen dat je ook het liefst blijf je in de buurt van het land waar je vandaan komt. Dus wat Rutte nu aan doen is, dat steunt u, dat vindt u een goed initiatief dan? Ja, maar ik zeg daar wel bij,
als het altijd maar op een menswaardige manier gaat en dat we ook veilige toelatingsplekken in Europa hebben. Want als mensen blijven vluchten en we gaan alleen maar hekken neerzetten, en dat is soms het beeld wat geschetst is, dan zeg ik, dan creëer je en onveiligheid en eigenlijk bied je oplossingen die geen oplossingen zijn. Daar wordt ook in Europa op gesproken over die hekken. Ja. Bent u daar tegen? Ik ben niet tegen een hek, maar er moet wel een deur in zitten. Een veilige plek waar je naar binnen kan. Ik hoor niemand die pleit voor hekken zonder deuren. Nou, ik hoor af en toe mensen praten over een asielstop. Nee, ja, alsof je overal een hek neer kan zetten. En dan denk je, laat iedereen maar buiten staan. Ja, zo zit ik niet in elkaar. Nee. Ik weet niet of ik helemaal al snap wat u bedoelt. U blijft er een beetje tussendoor. Freewheelen is mijn gevoel. Nou, misschien dat ik voor een iets moeilijkere oplossing kies dan dat u van mij had gehoopt. Namelijk dat ik zou zeggen, hou ze buiten. U had geen hoop. Nou, dan wordt het wel een heel verdrietig verhaal, meneer Van. Ik had geen specifieke hoop, bedoel ik. Ik probeer vooral te begrijpen wat u bedoelt. Nee, ik probeer dus te schetsen. Ik zie de situatie in de provincie. Ik zie dat het vastloopt. Mijn vraag is, wat is uw oplossing? Nou, en daarvan hebben wij dus gezegd, ga aan de slag dat we in iedere gemeente ook vluchtelingen opvangen. Als je bijvoorbeeld kijkt, ook in deze provincie zie je plaatsen waar daar heel hard aan wordt gewerkt. Neem Alkmaar hier. Dat misgaat ook, want Alkmaar is zo'n plek. Alkmaar is een plek waar het spannend is, maar ook bijvoorbeeld het Gooi, waar nog veel minder mensen worden opgevangen. En dan vind ik dat ook zulke rijke gemeenten zeker hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Okay. Deze week viel het college hier in Alkmaar. In de zaal zit PvdA-raadslid David Rubio Barajo. Goedenavond, hartelijk welkom. Hallo, goedenavond. Wat is er aan de hand? Nou, u zegt dat het college is gevallen. Dat is nog niet gevallen. Wat er is gebeurd is dat een van de coalitiepartijen zichzelf uit de coalitie heeft onttrokken. En daarmee is er geen meerderheid meer, denk ik? De numerieke minderheid is daarmee niet meer aanwezig in de coalitie. Dus het is inderdaad wel een precaire politiek-bestuurlijke situatie wat daardoor is. Maar ze zijn formeel nog niet afgetreden, zegt u. Er is nog geen motie van wantrouwen ingediend door de oppositie die maakte dat het viel. Dat is waar. En tegelijkertijd is er aanstaande maandag een zogenaamde extra raadsvergadering aangevraagd. Dus het laat zich wel een beetje raden waar het naartoe gaat. Wat is er aan de hand? Waarom zijn ze eruit gestapt? Nou ja, voor de tweede keer in pak een beetje 2 jaar tijd zien wij dat politiek in Alkmaar strandt. Op basis van een asielvraagstuk. En daar zit ook een beetje het probleem. Want er wordt gesproken over het feit dat er te weinig opvangplekken zijn. En dat is een onderdeel van het probleem. Het is eigenlijk een hele migratieketen die vastgelopen is. En wij willen hier in Alkmaar, althans een deel van Alkmaar, wilt hier graag een oplossing voor hebben. En we zien dat door gebrek aan regie, met name vanuit de bestuurlijke lagen boven ons als gemeenteraad, dat een hele grillen in de politiek krijgt. En op dit moment zien we bijvoorbeeld dat de lokale D66 in Alkmaar het onmogelijk maakt. En daardoor zitten we in een impasse waar we nu in zitten. Ja, u zegt de laag boven ons maakt het ingewikkeld. Heeft u het dan over de Tweede Kamer of heeft u het over de provincie? Wie spreekt u aan? Nou, ik spreek eigenlijk iedereen aan. Iedere politicus, al mijn collega's, op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om iets te doen. Want er is sprake op dit moment niet alleen in Ter Apel, maar er is echt werkelijk een humanitaire ramp wat zich aan het voltrekken is bij de meest kwetsbare groep mensen. Ja. Dus we moeten zowel vanuit Rijksoverheid, de spreidingswet, volgens mij hebben we het daar zojuist over, als mede ook zometeen de uitvoering die bij de provincie komt te liggen. Iedereen, iedere politicus, iedere bestuurder moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Ja. Want dit is een groot probleem en dat moet geadresseerd worden. En de discussie ging hier over het oude belastingkantoor, heb ik dat goed begrepen? Het is het voormalige belastingkantoor pand wat aan de rand van onze gemeente zit. Correct. En sommige mensen willen daar wel asielzoekers in en anderen niet? Daar komt het kort en zelf op neer. Ja. Ja, en u bent voor? Wij zijn zeer voorstander voor het ruimhartig beleid, voor een oplossing te bieden, althans een bijdrage te leveren aan de oplossing. Het ging in Alkmaar dan specifiek om een zogenaamde call, wat staat voor een ontvangstlocatie, met name om die keten op te lossen. Hè? Dus om een oplossing te geven. En een deel van de politiek is daarop tegen. Begrijp ik dat goed? Dat is correct. Ja, en daardoor is er nu die meerderheid. Het polariseert. Ja. Ja. Wat is uw vraag aan de beide politici hier aan tafel? Nou ja, ik gaf net al een klein beetje in mijn eigen betogen antwoord op. Zometeen als de spreidingswet wordt uitgerold, dan hebben we iets van regie vanuit Rijksoverheid. Maar de uitvoering komt uiteindelijk te liggen bij de provincie. En ik ben zo bang, en ik zou eigenlijk dat de vraag aan mijn collega Michel willen stellen. Hoe voorkomen we zometeen als de provincie de uitvoering van de spreidingswet gaat doen, dat we niet nog steeds in een bestuurlijke polder alsnog te veel tijd gaan verliezen, waardoor nog steeds hele kwetsbare mensen buiten moeten gaan slapen, dan wel niet een humane oplossing gaan krijgen. Ja, meneer Klein. Ja, ik vind deze moeilijk te beantwoorden, want ik zei al, hè, dit is niet een taak van het provinciebestuur, maar van de commissaris. En wie is dat hier? Dat is Arthur van Dijk. Oké. Ja. En die doet dat zeg maar in zijn rol als rijksheer. Dus is hij, En u controleert hem daarin niet? Daar heeft eigenlijk niks mee te maken? Nee, daar hebben wij niks mee te maken. Nee. Oké, dus wel eerlijk van u. U kunt er niks aan doen. Meneer David kan u wel aanspreken. Precies, wij kunnen hem natuurlijk wel ontslaan.
Ja, dat zou ook kunnen, maar dat bedoelde ik niet zozeer. Oh. We kunnen hem natuurlijk wel aanvuren om het te doen. Maar mijn indruk is dat hij zich hier heel erg voor inzet. Okay. Kijk, wanneer wel een provinciale rol komt, een rol van de Provinciale Staten, dan is het als er oplossingen komen die strijdig zijn met het provinciaal beleid. En we hebben hier in Noord-Holland een heel mooi provincie met heel veel beschermde landschappen. Dus we hebben regelmatig dat gemeentes zeggen, wij hebben een voorstel om bijvoorbeeld asielzoekersopvang of tijdelijke woningen voor spoedzoekers te realiseren. En dan kunnen wij als provincie daar ruimte voor geven, ontheffing, zodat of nee, voor 20 jaar... Precies. En nee. Nou, dat hebben we de afgelopen maanden een aantal keren gedaan. Om ook als provincie, zeg maar, je de meeste ruimte te geven die mogelijk is om dat enorm grote probleem wat er is en wat ik helemaal onderschrijf, om dat op te lossen. Ja. Want we moeten met elkaar die verantwoordelijkheid nemen. Nog een vraag van mevrouw Bikker. Ja, hoe zorgen we er vanuit de Rijksoverheid voor dat er niet alleen op de korte termijn gedacht gaat worden, maar dat we ook een lange termijn plan hebben wat betreft het instroom, wat betreft de migratieketen, de problemen die we hierin hebben. Want op dit moment, wat ik politiek Den Haag op dit moment zie doen, is vooral pleisters, pleisters, pleisters. Ja, ik vind het een terechte vraag die u stelt, want eigenlijk is niet de grootste crisis is de opvangcrisis. En die had Den Haag al veel langer aan kunnen zien komen. Te lang is er niet geïnvesteerd in opvanglocaties en al helemaal niet. U was erbij, hè? Wij waren de laatste jaren bij, dat klopt. Maar juist in de jaren daarvoor zijn de grootste bezuinigingen gedaan. Ook op het COA, ook op de IND, de organisaties die dit organiseren. En eerlijk gezegd hebben wij ons er altijd voor ingezet als ChristenUnie. Om juist dat te versterken, maar ook om te zorgen dat gemeenten ook die kleinschalige opvang van de grond komt. Want dat is een tweede. Als je alleen grootschalige projecten doet, dan is daar veel meer weerstand tegen dan dat het kleinschalig is. En dat is nu eindelijk de richting die we ingaan. Okay. Maar er is nog wel heel veel werk aan de winkel. En u moedigt ons daar heel terecht in aan dat wat nodig is. We gaan een ander groot thema hier in Noord-Holland. Schiphol zorgt voor banen en het zou goed zijn voor het vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is er ook veel overlast en uitstoot. De ChristenUnie in Noord-Holland wil daarom dat het aantal vluchten op Schiphol beperkt wordt tot 300.000 vliegbewegingen. Dat is echt weinig, meneer Klein. Het kabinet zit namelijk ook in op krimp, maar die wil naar 440. Dick Hulsebos is bij ons, ondernemer hier. Goedenavond. Goedenavond. U heeft daar een vraag over. Nou, als eerste schrok ik heel erg toen ik dat zag. 300.000. Wat gebeurt hier? En ik moest het ook heel erg opzoeken in het programma. En het staat niet bij werkgelegenheid, dat staat niet bij economie. Het staat bij woningbouw en het staat bij uitstoot. En dat maar het staat erin. Maar dat stoort me heel erg dat we niet zien dat Schiphol een middel is om onze vestigingsklimaat goed te houden. Het gaat niet om Schiphol, het gaat om alles wat erachter zit. Heel veel internationale contacten hebben we. We zijn een internationaal land. Wat gebeurt er als we naar die 300.000 vluchten gaan? Dan denk ik dat we, zoals het vroeger het Jutland weer gaan worden, dat we de internationale connecties gaan missen. Jutland? Ja, dat is Denemarken. Denemarken is dat. Toen Denemarken ook ging krimpen, toen kregen we op een gegeven moment ook dat daar geen internationale bedrijven meer kwamen. En dat dreigt hier ook dat bedrijven het gaan zeggen, dan kom ik hier meer net op. En is dat erg? Want we hebben werkgelegenheid zat, hè? Ja, het is wel erg op termijn. Want waar verdienen we toch wel aan in Nederland? Ik vind dat wij, en dat is een vraag aan de landelijke politiek. Zullen we eerst meneer Klein doen? Wat de vraag aan meneer Klein? Waarom heeft u deze keuze gedaan? Wat wilt u hiermee bereiken? Ja, meneer Klein. En tweede vraag... Nee, één tegelijk. Meneer Klein. Nou, kijk, ik denk dat meneer heel terecht aangeeft dat Schiphol heel erg belangrijk is weer voor de economie in de regio. Maar tegelijkertijd zien wij als provincie dat Schiphol op meerdere vlakken eigenlijk in de weg zit bij ons beleid. Wij willen namelijk heel veel betaalbare woningen bouwen. Dat is ontzettend nodig. Je hebt heel veel jongeren die op zoek zijn naar een huis. En dat kan gewoon niet in een groot gedeelte van de zuidelijke Randstad vanwege de geluidscontouren van Schiphol. Okay. We zijn bezig met de stikstofproblematiek op te lossen. En daarvan hebben wij gezegd, daar heeft de Rijksoverheid ook gezegd, iedere sector moet evenredig bijdragen. Nou, dat betekent ook dat Schiphol daaraan moet bijdragen. Gewoon halveren, zegt u eigenlijk. Nou ja, kijk, er zijn verschillende economische onderzoeken geweest. En dan blijkt dat je met 300.000 vluchten, daar kun je een luchthaven in de lucht houden die nog steeds die connectiviteit biedt. Hè, die hubfunctie. Connectiviteit, ja. Dus die is natuurlijk, een luchthaven is afhankelijk van hoe je van de ene plek weer naar de andere kant kan gaan. Hè. Er komen mensen hier naartoe en dan gaan mensen weer door. En als je op een gegeven moment beneden een bepaald aantal vluchten komt, dan wordt het niet meer interessant. Maar 300.000, dan kan je nog die functie houden? Dan kun je die functie houden, ja. En als je nu gewoon kijkt naar de cijfers, de afgelopen jaar waren 1,5 miljoen
passagiers zijn naar Barcelona gevlogen. Nou, vanuit Amsterdam? Vanuit Amsterdam, ja. Dat draagt echt helemaal niks bij aan de Noord-Hollandse economie. Oké, okay. Schrok u van die 300.000 van uw collega? Of zegt u van, nou, dat willen wij eigenlijk ook? Ik vond het een mooie lijn, omdat eigenlijk de ChristenUnie in Noord-Holland, die zegt heel duidelijk, je moet naar meer kijken dan alleen wat levert Schiphol op aan geld, maar ook kijken welke gevolgen zijn er verder. En bijvoorbeeld als er geen woningen of te weinig woningen gebouwd kunnen worden, of als er te veel geluidsoverlast is, dan moeten we dat ook meewegen. En te lang hebben we alleen gekeken naar Schiphol als groeimotor voor van alles, zonder te kijken wat de problemen zijn die daar ook bij komen kijken. Dus u steunt die 300.000? Wij hebben zelf een net iets minder ambitieus getal genoemd, dat heeft u gezien. Wij hebben gezegd, in ieder geval moet Schiphol met 10% omlaag qua vlucht en in het ChristenUnie-programma. En dat was vanaf 500.000, hè, geloof ik. Ging het over. Dus u wilt naar 450.000. En inmiddels hebben het kabinet is naar 440 en hij wil naar 300. Steunt u hem of niet? Ik vind die lijn naar beneden nu het allerbelangrijkste. We zagen afgelopen week nog dat KLM ging procederen omdat ze het te snel vinden gaan. Ja. En dan heb je het echt niet hij begrepen. Hij wil nog sneller. Ja, en dat is ook heel goed dat hij ons daarin aanmoedigt. Maar ik heb daarin een coalitieakkoord, dat weet u heel goed, die noemde u al. Maar voor mij is die beweging terug, dat we gaan krimpen, vind ik een verstandige beweging. Omdat ik juist wil zorgen dat we en beter gaan zorgen voor het klimaat. En ook dat we gaan zorgen dat andere dingen mevrouw in ons land mogelijk zijn. Wilt u naar 300.000 of niet? U blijft, dan zeg ik, op dit moment kan dat niet. Ik vind de beweging die ingezet wordt goed. Oké, het kan helemaal niet, meneer Klein. Nou ja, kijk, Noord-Holland gaat natuurlijk niet over het aantal vluchten op Schiphol. Dus daarom staat het ook niet op het voorpagina van ons verkiezingsprogramma. Maar heeft u het verstopt? Maar is, nou, niet verstopt. Het is een soort consequentie, precies wat Mirjam zegt, van die keuze dat je alle factoren mee moet wegen. En dan zien we gewoon dat die, zeg maar, de nadelen van Schiphol, die beginnen gewoon heel erg zwaar te wegen. Ja. Er kunnen 70.000 woningen tot 2030 niet gebouwd worden. Dat zijn enorme aantallen. De stikstofuitstoot van Schiphol is gelijk aan die van 759 agrariërs. Ja, dat was wel een helder beeld. 750 boeren is één Schiphol. Meneer Hulsebos, ik beloof u dat we na het nieuws van 7 uur nog even doorpraten hierover. Want het is bijna 7 uur, dus we gaan hier op Radio 1 plaatsmaken voor het nieuws en voor Kunststof. Hier in Alkmaar en online gaan we verder. U vindt de link naar het vervolg van deze uitzending op www.nporadio1.nl. We praten onder meer met Mirjam Birker over de vraag hoe ze het vindt om partijleider te zijn. Over Tata Steel gaan we praten. Want nogal wat omwonenden kampen met gezondheidsklachten. Tegen de radioluisteraars zeg ik bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Dan zitten we in Gelderland in Ede met de BBB. Daar kunt u zich nog voor aanmelden. Kijk even op nporadio1.nl hoe dat moet. Ik zie en hoor u zo op de livestream. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. Fijn dat je er was. Zet hem op. Dit is de dag, in alle staten. Ja, meneer Hulsebos, we gaan even terug naar u. U heeft gehoord wat hier aan tafel is gezegd. Mevrouw Bikker zegt 300.000 is wel heel ambitieus. Meneer Klein zegt, we moeten echt die kant op. Wat denkt u dan? Dat zeg maar, de ontwikkeling in de maatschappij helemaal ontkend wordt met dit standpunt. Want wij worden steeds internationaal in allerlei opzichten. We hebben het ook nodig voor ons vestigingsklimaat dat we internationaal zijn. Als we naar 300.000, dan zouden we misschien best die hubfuncties, zoals het heet, kunnen bewaren. Dan gaan alle mensen niet meer op vakantie. Dat is de consequentie, want ik heb het programma van Flevoland. Althans niet meer met het vliegtuig. Je kan ook zonder vliegtuig op vakantie. Zonder. Maar kijk, ik heb even ook het programma van Flevoland er even bij gehad. Ik denk, ga eens kijken, wat staat daar dan? Flevoland wil ook niet uitbreiden. Dat betekent dus dat we tegen de mensen gewoon moeten zeggen, er wordt niet meer gevlogen met de vakantie. Kan, maar dat is wel de consequentie die ervan heb, want ik pleit heel erg voor dat we het vestigingsklimaat in orde moeten. Want we doen veel weg inmiddels in Nederland. Nee, industrie gaat heel betoog houden. Landbouw weg en even, alles gaat weg. Zullen we even met dat punt van u, waarvan u zegt de mensen kunnen niet meer op vakantie met het vliegtuig hier neerleggen, mevrouw Bikker? Mogen we nog op vakantie met het vliegtuig? U mag sowieso van mij op vakantie, meneer Van der Brink. Het gaat niet zozeer om mij persoonlijk, maar om alle mensen hier in de zaal. Nee, snap ik. Eerlijk gezegd vind ik, de korte vakantievluchten mogen ons best wel eens achter de oren krabben wat we daarmee doen. We zijn het allemaal normaal gaan vinden, maar het heeft een enorm vervuilend gevolg voor de wereld als geheel, maar ook voor ons land, voor Nederland. En maar andersom zeg ik dan wel, laten we investeren ook in ons OV-netwerk, in de nachttreinen, in het bereikbaar krijgen, ook snel bereikbaar krijgen van de andere Europese steden. En we zien allemaal hoe makkelijk het is om met die trein naar Parijs te gaan, naar Londen te gaan. En maar daar kan Barcelona nog veel meer. Bijvoorbeeld, het is even een klusje hoor, met de trein. Het kan goed, maar dan ben je wel, dat kost veel tijd en veel geld op het moment. Veel meer dan met het vliegtuig, toch meneer Klein? Ja, je bent er in één dag. Als je 's ochtends om 9 uur weggaat van Amsterdam Centraal, dan ben je om 8:30 op Barcelona.
Dus dat is prima te doen. Maar je bent wel duurder uit. Je bent denk ik wel duurder uit, ja. En dat komt natuurlijk ook weer doordat we geen belasting heffen over de kerosine. Dus het is ook kunstmatig goedkoop, de luchtvaart. Je bent wel heel groen, hè, denk ik. Wij vinden die zorg voor de schepping heel belangrijk. En wat we nu eigenlijk zien is dat we over onze grenzen heen zijn gegaan. Ja. We putten de aarde uit en dat zien we op allerlei vlakken terugkomen. Het gaat dus niet alleen puur over die CO2 en de klimaatverandering. Dat is een heel urgent probleem. Maar het gaat ook over stikstof en het gaat ook over de geluidsoverlast. Er zijn 68.000 mensen rondom Schiphol die ernstige geluidsoverlast veroorzaken. Ja, dan sta ik voor onze inwoners en denk ik wil dat de mensen ook gewoon prettig kunnen wonen. Ja. En als we daarvoor dan zo ontzettend veel vakantievluchten nu hebben, dan zeg ik, nou, laten we dan inderdaad daar maar wat van. Dan doen we die naar Lelystad. Nee, dat wilt u ook niet. Nee. Meneer Hossebos, dat komt niet goed met die vakantievluchten. Nee, dat komt inderdaad niet goed. Maar ik vind ook, de provincie kan hier wel een rol hebben. Want wat zou je eigenlijk moeten doen als je zegt, ik wil gewoon dat Schiphol wel redelijk kan blijven functioneren. Dan ga ik daar geen woningen meer bouwen. En dan ga je daar je werkgelegenheid neerzetten. Ja, maar je moet ook dus wonen. Je kan wonen. Je kan op diverse plekken wonen. Als je in het midden van Noord-Holland goede woningen bouwt en je OV maakt je goed. Want daar ben ik heel erg voor. Je maakt je OV goed. Dan kan je die woningen best kwijt. Maar dan doe je een keuze om rond Schiphol de werkgelegenheid te laten. Want die jongeren die een huis krijgen, moeten ook werken op de vroeg of laat. Ja, maar en nu gaat het even. De werkloosheid is lager dan ooit, ja, dat hè? Gaat nu even goed. Maar laten nee, we even. Dat is blijvend, heb ik gehoord. Nee. Laten we even voor de toekomst is kijken. Is dat naïef? Moeten we? Ja, dat is naïef. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is naïef, want we zien dat er heel veel ons van onze economie afkalft. Hè? Wat hier aan tafel gebeurt, is wel een trend in de samenleving. Hè? Dus heeft u heeft een lastige battle te voeren. Ja, die heb ik zeker. Die voel ik ook op heel veel plekken. Want we hebben heel veel moeite om inderdaad zomaar de werkgelegenheid en de economie ook op peil te houden. Komt omdat het zo goed gaat met de werkgelegenheid? Ja, maar dat is even, als dan kan je jezelf in slaap sussen. En daar moet je voor oppassen. En wat we nu doen is elkaar in slaap sussen. Want ik ben heel eens met alle dingen. Ik fiets ook zoveel mogelijk. Ik pak ook de OV. Maar je hebt wel een aantal dingen nodig. En dat is heel erg, dat wordt echt onder het tapijt geschoven. Oké. Mevrouw Bieker, ik wil weten hoe het met u gaat eigenlijk. Nou, dank u wel. Het gaat goed. Ja? Lekker in campagnesferen. Dus ik ben eigenlijk elke dag in een andere provincie momenteel. Ja. En dat is boffen. U bent boffen zelfs. U bent een paar weken partijleider. Klopt. Is het leuk? Ja, het is week 7 geloof ik. Week 7, dus, u telt nog. Ja, ik tel nog. Dus dat zal op een dag wel overgaan. Maar toevallig werd er maar gisteren en eergisteren ook naar gevraagd. Dus het wordt me ook wel ingewreven. En wat is het leukste tot nu toe? Het allerleukst blijf ik gewoon vinden om met mensen aan tafel te gaan die mij vertellen wat ze tegenkomen, wat ze mee willen geven aan politici in Den Haag, waar ik er één van ben. Hoort u veel nieuwe dingen? Ja, toch ook nog wel weer echt. Mensen die bijvoorbeeld, ik was afgelopen zaterdag in Nunspeet, zat daar op de markt. En dat dan iemand enthousiast komt vertellen hoe hij een boerderij is gestart, waarin hij met bomen, notenbomen, echt aan de slag is gegaan op een duurzame manier. En dat voor elkaar komt. En hoe enthousiast hij ook is over juist het omzetten van de landbouw die duurzaam is. Ja. Nou, dan eerlijk gezegd, dan neemt u mee naar Den Haag en met u nu achterover notenbomen. Dan neem ik vooral mee van, ja, het kan dus ook als jij wil veranderen en je gaat daarvoor, dan kan dat. Maar ook, eerlijk gezegd, en dat is dan niet nieuw, maar dan heb je er wel weer een gezicht bij. Een boer die mij bezorgd vertelt dat hij het heel spannend vindt hoe het verder zal gaan. En of zijn kinderen nog op die boerderij aan de slag zullen kunnen. Wat? En dan is dat misschien niet iets nieuws van dat ik iets totaal anders hoor. Maar als ik een gezicht en de ogen erbij hebt, dan wordt het verhaal wel anders. Wat wordt je op papier in Den Haag ziet en waar ik weer voor wil strijden. Dat is het leukst. Wat is het stomst tot nu toe? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Eens even denken hoor, wat het stomst of het minst leuk is. Of het vervelendst of Eerlijk gezegd vind ik het nog steeds wel zoeken als je. Ik probeer er echt voor te waken dat ik een paar avonden in de week wel thuis eet. En de momenten dat niet lukt, ja, die vind ik eigenlijk wel zwaar verdraaid. Ik moet het wel netjes zeggen. Nu mag je alles zeggen. Beroerd. Ja. Oké, dus de druk op de thuis is groter geworden sinds die 7 weken? Nou, eerlijk gezegd denk ik meer, dit is campagnetijd. Ja. En neem meneer Klein, die is hier keihard campagne aan het voeren naast de gewone baan. Dus dat gebeurt heel veel in de avonden. En dan wil ik vanuit Den Haag daar absoluut mijn duwtje aan meegeven. En dat doe ik ook gewoon. Maar dat betekent voor hem, maar ook voor mij, dat we veel van huis zijn op dit moment. Ik had van de week Wopke Hoekstra, niet hier aan tafel, maar ook in Austerlitz was dat. Die zei, die is minister van Buitenlandse Zaken. Dus die moet voor het land zorgen, die moet voor zijn partij zorgen. En die moet voor thuis zorgen. Hij zegt van, nou, met de wereld gaat het wel goed. Met het land, met het CDA gaat het ook goed. Maar thuis kwamen ze wel tekort, zei hij. Herkent u dat beeld?
Nou, eerlijk gezegd zie ik op al die plekken nog genoeg wat we kunnen verbeteren. Ik denk dat hij dat wel met u eens is. En thuis gaat het gelukkig goed. Maar het is wel zo dat ik heel blij ben dat ik bijvoorbeeld op zondag zeg... en nou is het wel echt de dag van ons gezin. En daar geniet ik dan extra van. Okay. Heeft u zichzelf een doel gesteld in deze campagne? Allermeest heb ik mij tot doel gesteld om samen met al die ChristenUnie-mensen in dit land te laten zien wat ons hart is voor Nederland. Iets te laten zien van onze liefde voor mensen, liefde voor de natuur en daarin te proberen het goede te zoeken. En in deze tijd van harde hoofden vind ik het zo mooi dat ik heel veel ChristenUnie-mensen zie die zeggen wij gaan luisteren en wij gaan proberen toch oplossingen te verzinnen die bijdragen. En daar een duwtje aan geven doe ik met ontzettend veel plezier. En hoe meet u volgende week of dat goed genoeg is? Voor uw eigen maatstaven? Ik meet het allermeest doordat ik eigenlijk die kandidaten spreek die daarin ook met een vuur aan de slag zijn op dit moment. En natuurlijk hoop ik dat zoveel mogelijk stemmers zeggen en dan geven wij die mensen ook ons vertrouwen. Maar u heeft niet gezegd, ik wil zoveel Provinciale Statenzetels halen, dan heb ik het goed gedaan. Nee. Oké, dat kan. Ja. Uw voorganger Gert-Jan Segers die werd met veel lof uitgezwaaid. Was dat nog extra lastig voor u? Zijn het grote schoenen die u moet vullen? Nou, het is geweldig toch dat hij zoveel lof krijgt. Ja, leuk voor hem. Ja, nou, maar lastig voor u eerlijk misschien. Gezegd... Nee, ik vind dat eerlijk gezegd ook een hele mooie waardering voor de politiek van de ChristenUnie, waar Gert-Jan ontzettend aan heeft bijgedragen. En heel terecht. En ja, hij heeft grote schoenen nagelaten. Nou loop ik ook op een andere schoen, dat zult u begrijpen. Er zit net iets meer hak onder. Dus ja, in die zin, ik ben iemand anders en ik ga mijn best doen. En ik ben heel dankbaar voor wat Gert-Jan in de afgelopen jaren voor de ChristenUnie, maar ook voor Nederland heeft gedaan. Ja, oké. In de podcast De Spindokters vroeg ik vandaag de voormalig politiek adviseurs Raymond Mens en Julia Wouters wat je moet doen als je een succesvol politicus moet opvolgen. Uiteindelijk moet je je eigen vorm zien te vinden en dat hoeft niet nu heel snel, want dat moet pas echt goed allemaal staan bij de Tweede Kamerverkiezingen. En ondertussen wijk dan niet al te radicaal af van jouw voorganger die zo succesvol was. En, je hoeft ook niet iets anders te doen, maar je kan een andere prioriteit stellen. Dus dat jij iets in de top 3 van de ChristenUnie iets anders op 1 hebt staan. Kunt u daar iets mee? Ja, natuurlijk. Ik ben altijd blij met extra advies. Nee, maar in deze podcast werd gezegd van wat was dan het centrale thema van Segers? Er werd gezegd van die ging mensenhandel aanpakken. Dat was echt een hele duidelijke drijfveer voor hem. En dat wist iedereen ook. Heeft u ook zo'n thema waarvan u zegt van nou, daar gaat mijn hart harder voor kloppen dan voor al die andere ook heel belangrijke thema's? Eerlijk gezegd heb ik er meerdere, maar u heeft mij wel eens bezig gezien op het terrein van het tegengaan van gokreclames. Ja. Ja, nou ja, dan kan er bijna iets ontploffen hoe chagrijnig ik word van die gokreclames. Okay. Maar vooral ook dat jongeren daar verslaafd aan raken, in de schulden komen en hoeveel verdriet dat met zich meebrengt. Ja, tegelijkertijd staan we nu ook gewoon voor hele grote opgaven als je kijkt naar stikstof. Naar migratie. En daar wil ik echt mijn beste beentje voor zetten. Dus daar ben ik hard aan de slag. Als u vraagt, wat doe je anders dan meneer Segers? Dan is dat in die zin wel dat ik net zo hard probeer te werken. En alleen iets vaker naar de kapper ga. Dat denk ik alleen. Oh, ik weet niet hoe vaak hij naar de kapper ging. Nee, sorry. Ja. U noemde net stikstof. U zei gisteren in Nieuwsuur, ik ben niet getrouwd met het jaartal 2030. Hè. Dat gaat over het terugdringen van de stikstofuitstoot, halveren van de stikstofuitstoot. Waarom zei u dat? Want het staat wel gewoon in het regeerakkoord. Heeft u zelf voor getekend? Ja, ik vermoed dat u de hele uitzending wel gezien hebt. Ja. Dus er werd veel gevraagd op dat getal. En toen vond ik het ook wel belangrijk om aan te geven. Maar waarom zijn we hier nu mee aan de slag? Dat is omdat er een groot probleem is in Nederland. Ja. Dat we veel te veel stikstof neerslag hebben. Met alle gevolgen van dien voor de bodem, voor de natuur. En ook eerlijk gezegd voor de toekomst van de landbouw. En dan is het belangrijk dat we geen dag wachten met de aanpak ervan. En daarin samen aan de slag gaan. En eerlijk gezegd is dat samen aan de slag gaan met al die sectoren, met de landbouw, met de industrie, met de mobiliteit, voor mij de hoogste prioriteit. En of je dan in 2029, 2030 of 2031 landt, dat vind ik dan van minder belang. Waarom heeft u dat dan wel opgeschreven, die informatie? En want ik stel dezelfde vraag bij het CDA en bij het VVD vragen we dat ook. Waarom hebben jullie dit in vredesnaam zo scherp opgeschreven als je er nu allemaal last van hebt? Nou, eerlijk gezegd, wat daar uitspreekt is die urgentie. Dat het zo belangrijk is om aan de slag te gaan. Het is niet urgentie, het is een wet. Dat is, een urgentie is mooi en een doel is mooi, maar een wet moet. Dus dan kan je niet zeggen, het mag ook 2 jaar later. Dan is het geen wet meer.
je kan ook in de wet kan je allerlei dingen formuleren. Juist in de wet kan je dingen neerzetten wat je belangrijk vindt. Ja. Nou, Remkes heeft bijvoorbeeld gezegd in zijn advies, zet daarvoor ook een paar meetmomenten. En dat geeft al aan dat je heel goed volgt wat gebeurt er nu precies. Want 2030, dat is over 7 jaar. En in die tijd gebeurt er weer van alles. Ja. En ik vind het belangrijk dat we het nu niet alleen maar deeltijd gaan hebben over dat jaartal. Maar juist dat we gaan kijken, hoe zorgen we nou dat we in Nederland niet meer op de pof leven. En dat hebben we te lang gedaan. Uw coalitiegenoot die zit daar wel erg op te drukken. D66, 2030, 2030. Mijn vraag is ook een beetje, wat hebben jullie gedacht tijdens die formatie op dit punt? Hebben jullie zitten slapen of dachten jullie, D66 wil dat graag doen, maar 2030 dan? We hebben het in die formatie allermeest gehad over hoe kunnen we ervoor zorgen dat we echt die verandering voor elkaar gaan krijgen. Ja. Daar is ook gezorgd voor een stikstoffonds van 23 miljard om aan de slag te gaan. Om boeren ook daadwerkelijk een perspectief te geven. Maar ook de afspraak dat de industrie zal gaan leveren. Dat de luchtvaart zal gaan leveren. De vraag is waarom die datum erin gezet is. En daarbij hebben we gezegd, dan is het belangrijk dat we vaart maken. En zo is die datum er gekomen. Maar ben ik getrouwd met die datum? Daarvan heb ik aangegeven. Wouter, zei u gisteren. Ik ben wel getrouwd met Wouter. Ja, zo is dat. Ja. Maar heeft u er niet een beetje spijt plezier. Van dan? Veel leuker dan... dan stikstof? Kan ik me voor... Dat is al gauw zo, lijkt me. Trouwen met stikstof lijkt me niks. Maar is dat dan toch onhandig geweest? Is dat onnadenkend geweest? Dat is echt vanuit, volgens mij, vind ik het belangrijk, vanuit het verlangen om problemen aan te pakken. Ja, maar dan hoef je geen datum bij te zeggen. Nu is het een soort totempaal geworden, wat niet mijn totempaal is. Nee. Maar ik vind het wel belangrijk om te zeggen, en we gaan nu aan de slag. Oké. Okay. Meneer Klein, toen ik uw programma las, dacht ik van, waarom zit die man niet gewoon bij GroenLinks? Ja, omdat ik een echte ChristenUnie... Nee, dat snap ik. Maar provinciaal politiek gezien zou u daar zo kunnen zitten, denk ik, of niet? Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik vind de motivatie waarom je doet, dat wij ons gedreven voelen vanuit ons geloof, dat staat voor mij voorop. En daarom vind ik het zo geweldig om dit in het ChristenUnie-team te doen. Met allemaal mensen die diezelfde motivatie hebben, diezelfde drive hebben. Maar heeft u wel eens anders gestemd dan GroenLinks? Of zit het eigenlijk heel dicht bij elkaar? Ik heb wel eens anders gestemd dan GroenLinks, ja. Op wat voor punten gaat dat? Nee, sorry. Ik heb anders gestemd. En de GroenLinks in de provincie? Ja. Oh ja, dat denk ik wel eens. Ja, dat weet ik niet. Zo uit mijn hoofd wat dat is. Kijk, ik sprak een collega van u, een Utrechtse wethouder van GroenLinks, die zei van eigenlijk kunnen we in alles met de ChristenUnie samenwerken, behalve over drugs en prostitutie. Nee, dat speelt provinciaal volgens mij niet. Nee. Dus dan kan je in alles met ze samenwerken, kan je bijna zeggen. Nou, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat wij in de provincie gaan we vooral over de hardere thema's. Het gaat over de natuur, over de infrastructuur in de provincie. En als je daar vanuit je christelijke motivatie en je zorg voor de schepping je keuzes maakt, dan denk ik dat het heel dicht bij GroenLinks zit. En dan heb je inderdaad gelijk. Maar ik weet dan niet of je een keuze voor een ambitieus klimaatbeleid, want dat is ontzettend nodig. Want we zijn echt in een situatie waarin we enorme problemen aan het ontwikkelen zijn. Dus dat is nodig. Ik weet nou niet of je dat nou per se links zou moeten noemen. Nou ja, dat maakt me niet uit. De urgentie. Het lijkt op GroenLinks. Ja, nou ja, die heet je links. Zou kunnen zeggen dat het lijkt op een partij als D66 die ook zijn klimaat belangrijk gaat. Gaat u fuseren met D66, mag nee. ook no, van no, mij. No. Ja, dan mevrouw Bikker die heeft dat vindt het natuurlijk ik, lastig. Ik denk dat maar als het gaat om stikstof bijvoorbeeld, zit u dan dicht bij GroenLinks ook? Of zegt u van, nou dan nemen we wel andere positie in? Ja, dat is denk ik wel een mooi voorbeeld waar we toch echt wel een meer sociale positie hebben. U bent hebben. Tegen gedwongen uitkopen van boeren, zag ik. Ja. Terwijl dat wel in de plannen van het kabinet zit. Ja. Nou kijk, wij zijn als provincie bezig met de gebiedsprocessen en daar hebben we ontzettend mooie voorbeelden van hoe je daar als je met agrariërs in een gebied om tafel gaat zitten, hele mooie plannen kunt gaan maken. Mm. Want als je kijkt wat er gaat gebeuren in de landbouwsector, dan zie je dat een heleboel agrariërs, die hebben geen opvolger, die willen sowieso al stoppen. Ja. En wat er tot nu toe gebeurt, als een boer ging stoppen, dan kocht de buurman, die kocht al zijn grond en zijn koeien erbij. Je had net zoveel koeien in het gebied en één agrariër minder. Nou, als we Dat schoot niet op. Als we daar nou kunnen zorgen dat die agrariërs die door willen gaan, dat op een duurzame manier kunnen doen in balans met de aarde, extensiever dan wat het nu is. Nou, dat is ook weer GroenLinks. Ja, maar dan zie je dat de GroenLinks zit heel erg op de lijn van laten wij vanaf bovenaf opleggen hoe we dat gaan organiseren. En wij zeggen, ga nou met die mensen in het gebied. Daar zit het verschil. Voor alle luisteraars in Noord-Holland die twijfelen tussen u beiden, daar zit een verschil. Daar zit een belangrijk verschil dat wij dus echt willen gaan kijken hoe kunnen we gezamenlijk in gesprekken per natuurgebieden, per regio, we hebben er iets van 23 in Noord-Holland. Hoe kunnen we daar die stikstofuitstoot reduceren? Okay. Zodat er voor dat we ook het landschap kunnen bewaren. Want wij hebben heel veel weideland in Noord-Holland. Dat is cultuurland. Heeft u ook grutto's?
We hebben ook grutto's, maar veel minder dan vroeger. Okay. Dat is ook een van de problemen. Dus daar moeten we ook aan werken. En dat zou kunnen door weer extensiever te gaan werken. Maar ja, extensiever betekent gewoon minder koeien per weiland. Minder koeien per weiland, ja. Dus dat betekent ook gewoon, en dat is eigenlijk een veel positiever verhaal, de boeren die door willen gaan, moeten meer ruimte hebben. Het is wel ingewikkeld, hè, want die boeren verdienen dan ook minder. En dan moeten wij weer meer gaan betalen in de winkel. Precies. Maar die winkels leggen dan ook weer vlees neer uit België of uit Argentinië. En dat is weer goedkoper. Ja, dat is wel hoe het gaat. Zeker, maar dat is ook precies waarom we juist moeten stoppen met de import van zoveel vlees van ver weg. En ons moeten zorgen dat... u denk ik niet verbieden als Albert Heijn dat doet, of Jumbo of Dirk van den Broek, dan doen ze dat toch? Nou, het begint niet altijd alleen bij de overheid, maar ook wat we zelf doen. Gewoon als we zelf naar de winkel gaan. Eerlijk gezegd, we kunnen bij alles naar de overheid kijken, maar laten we eerst even in de spiegel kijken. Dat denk ik, dat is één. Dat gaat niet zo hard. Dat zien we nou eenmaal. Eerlijk gezegd, als we dat nou eens vergelijken met 10 jaar geleden en zien hoe mensen nu denken over een stukje vlees, en dat je iets meer door hebt. Niet veel veranderd is. Dat je iets meer door hebt dat voor het lapje vlees dat daar een dier voor geleefd heeft, dat is wel iets toegenomen volgens mij. En wat ik dan belangrijk vind, en dat is ook het landbouwakkoord waar minister Adema van de ChristenUnie heel hard aan werkt, is dat we samen met boeren kijken hoe kunnen we zorgen dat jullie een goede boterham blijven verdienen. Dat vraagt ook het gesprek met banken, met supermarkten, met die hele keten en niet alleen met de boer. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit komt. Ik wil nog even naar Tata Steel hier in IJmuiden. Groot bedrijf, een van de grootste fabrieken van Nederland. 9000 banen, maar ook weer, net als bij Schiphol, veel uitstoot en vervuiling. Bent u Tata Steel liever kwijt of rijk? Rijk. Ik wil graag dat wij een schone staalfabriek in de IJmond hebben. Oké. En want wat zou er gebeuren als ze weggaan? Als ze weggaan, dan verliezen in ieder geval een heleboel werknemers hun baan. Want er werken, zoals u zegt, zo'n 9000 werknemers direct bij Tata Steel. Maar er zit natuurlijk ook nog een hele grote conglomeraat van bedrijven omheen die er afhankelijk voor zijn of toeleverancier van zijn. Dus het is een bedrijf met een hele lange historie waar ook heel veel mensen een hele warme gevoelens bij hebben. Dus ik denk dat we dat echt moeten bewaren in Noord-Holland. Tegelijkertijd, het moet wel schoner. Ja, dat klonk vrolijk, hè, meneer Pequien? Nou ja, ik ben 9000 en ik ben blij dat mijn baan verdedigd wordt door de ChristenUnie. Ja, toch heeft u een vraag. Ja, ik heb een vraag. De ChristenUnie stelt het programma dat zij samen met het bedrijfsleven willen werken aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving. Als je kijkt naar het programma over mijn werkgever, dan lees je vooral vergunningen intrekken, vergunningen aanscherpen, fabrieken sluiten en last onder dwangsommen. En eventueel verduurzaming onder scherpe voorwaarden. Mijn concrete vraag is, hoe gaat u constructief en concreet samenwerken met Tata Steel? Hebt u het gevoel dat ze een beetje op uw huid zitten? Zo klinkt het als u al die woorden gebruikt. Ik heb het idee dat eigenlijk iedereen wel de urgentie ervaart, maar dat we de stap naar de toekomst en de stappen vooruit niet maken samen. Ja, dus ze zitten u op de huid, maar ze helpen niet mee bij de oplossing. Ja. Zeg ik dat zo goed? Dat is inderdaad. Meneer Klein? Ja. Nou, dat... Ik denk dat wij daar heel erg voorstanders zijn van die groene Tata Steel. We hebben ook net zijn we akkoord gegaan als Provinciale Staten met het vergunningstraject voor de eerste groen staalfabriek getekend gaat worden. Dat is het toverwoord, hè? Groen staal, daar moet het naartoe. Dat betekent dat je op basis van waterstof het ijzer maakt en dan het in met elektrische ovens. Waardoor het allemaal veel schoner is en minder uitstoot. Nou ja, dat vinden wij een belangrijk punt, dat er wel harde garanties komen dat zo'n nieuwe fabriek ook echt schoon is. Dus dat de omgeving en niet meer in de vervuilende stoffen zit. Oh ja, en er stond ook weer een jaartal bij. Ik durf bijna niet meer te zeggen. Er stond een jaartal bij, 2035. Ja, staat er geen 2030? Nou, ik heb hier staan 2035. Weet u dat, meneer Pequien? Nou, er is zelfs een ambitie vanuit het bedrijf van 2029. Kijk, dat gaan we makkelijk halen. Dan heb ik het er helemaal niet over. Ik denk dat wij als provincie ons maximaal moeten inzetten om Tata Steel daarbij te helpen. Maar ik zie ook wel dat we met elkaar stappen moeten gaan zetten. En er is nu een memorandum van understanding afgesproken tussen de Rijksoverheid. Dat betekent een stuk waarin je zegt dat je elkaar begrijpt, ja? Precies, maar er is nog geen duidelijkheid over hoe die financiering precies gaat lopen. Nee. En dat moet echt gaan gebeuren. Want ik Krijgt u al een samengevoel als hij dit allemaal zegt? Want daar zocht u na, als ik u goed begreep. Ja, ik zie de intentie. Maar wat ik graag zou willen is dat partijen ook stappen gaan zetten nu. Ja, nogmaals ook, en wat ik ervaar als medewerker, is dat er heel veel wordt gesproken over mij en over de medebewoners in de IJmond. Maar praat ook met ons en praat ook met concrete stappen vooruit. En dat zou mijn verzoek zijn aan de ChristenUnie. Het is heel erg frustrerend als je onderwerp bent van een debat, maar niet deel kunt nemen, terwijl je wel misschien een bijdrage kunt leveren aan de oplossing. Ja. Dus ik zou graag, de urgentie is bekend, laten we naar voren gaan. Ja. Nou, daar is niemand tegen.
Nee, toch? Dat is een mooie boodschap. Nee. Dan gaan we naar uw buurman, meneer Jonkman. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb een vraag aan u. Werkt u ook bij Tata Steel? Nee. Toch een vraag. Gaat uw gang. Ik woon aan de andere kant van het kanaal. Ik zie het wel iedere dag. En ik vind het een heel mooi uitzicht. Als je aankomt varen, is het een mooi baken. Als Tata Steel sluit, de vraag naar staal wordt niet minder. Die wordt alleen meer. Want we gaan straks willen minder kunststof, we willen meer staal hebben om duurzaam bezig te zijn. Ga je het sluiten, dan gaat het ergens anders heen. Daar hebben we geen controle over de schoonheid. Een straatje hier is schoongeveegd, maar de footprint voor de wereld is een heel stuk slechter. Dat is toch egoïstisch? Ja, dat is een heldere vraag. Het antwoord is ja. Dat zou zeker, als we alleen maar vervuilende fabrieken ergens anders laten vervuilen of nog vervuilender laten zijn, dan zijn we niet op het goede spoor. En daarom vond ik het zo mooi wat meneer Klein net zei. Die zei, ja, we zijn Tata Steel liever rijk dan, hoe zei het zo mooi, dan kwijt. En daarin is het belangrijk dat Tata Steel vergroent. En dat is wel heel belangrijk, want als we kijken naar de gezondheidsgevolgen, als we kijken naar de rapporten, wat het betekent, ook voor de omgeving, dan moet dat echt anders. Weet Tata Steel. Hij laat een kaartje zien. Boos. Ik weet niet wat hij wil laten zien. Wat wil u laten zien? Vertel. Nou, dit is een kaartje, het geeft onder andere de kanker. Nee, want het is een heel nieuw nieuws. Dat is in heel veel plekken in Nederland vreselijk veel slechter als in Beverwijk. Je ziet dat het in IJmuiden zelf slechter is als in Driehuis. Ligt tegen elkaar aan, dat is één gemeente. Hoe kan dat? Achterstandswijken, armoede, daar komt veel meer kanker voor. Het is wel heel raar dat Beverwijk onder het landelijk gemiddelde zit. Maar zegt u, dat valt allemaal wel mee? Tegen. Valt allemaal wel mee, die uitstoot? En de schadelijke stoffen? Ik vind dat ze moeten nu de kans krijgen om het te doen. Ja. En we zitten met z'n allen te hakken in de media. Men wil rechtszaken, men probeert alles tegen te houden. Je kan niet vandaag op morgen groen zijn. Ik heb een technisch bedrijf. Ik weet donders goed wat techniek inhoudt. Bent ik weet hoe ze willen gaan doen. En dat is schoon. Bent u afhankelijk van Tata Steel? Is het belangrijk voor uw werk? Nee. Nee. Dus u zegt het echt als inwoner van Noord-Holland. Die houdt van Tata Steel. Ja, ik woon al 25 jaar in een jachthaven op een schip. Ik kijk al 25 jaar erop uit. En ik zou het heel erg vinden als dat verdwijnt. Ja. Om redenen die eigenlijk... U zegt de nieuwswaardigheid is heel erg leuk voor de krant. U zegt als ze wegjagen zijn we verder van huis, want dan gaan ze het anders doen en wordt het veel viezer. Ja, dat is wel een argument wat ik vaak hoor. Hè? Ook bij stikstof en de boeren hier, de Nederlandse boeren, die doen het al relatief schoon. Dus als wij het gaan verbieden, gaan ze het ergens anders doen. En dat helpt allemaal niet. Wat vindt u van het argument, mevrouw Pieker? Ik vind het inderdaad belangrijk dat we zorgen dat we inderdaad schoner zijn. En dat doe je niet door ergens anders weer van alles op te starten om jezelf de leefwijze vast te houden. En in die zin is het dus belangrijk dat Tata Steel ook zijn verantwoordelijkheid neemt in dat vergroenen. Dat had al eerder gekund, als ik eerlijk ben. Ook als we kijken naar de verouderde fabriek die daar staat. En die dat, gewoon... dat zegt u tegen de verantwoordelijke bij Tata Steel. Jullie hadden eerder in beweging kunnen komen. Nou, heel veel. Wat je te vaak ziet is dat alleen als het afgedwongen wordt door de overheid, dat er in beweging wordt gekomen. En dat vind ik eerlijk gezegd wel een beetje van een eerdere tijd. En ik zie heel veel bedrijven die zeggen, wij gaan voor die groene toekomst. Wij investeren daarin. Maar ik zou dat ook willen vragen aan deze grote bedrijven zoals Tata Steel en zoals ik eerder al KLM noemde. Kijk vooruit. En denk dan aan de mensen om je heen, want die heb je ook nodig. Wil je hier langer kunnen blijven en dan met plezier, maar wel groener. Ja, meneer Pequin, ik zie u knikken, maar mevrouw Bikker zei wel, het had allemaal wel wat sneller gekund daar. Ja, u komt laat in beweging. Ja, ik denk ook dat en niet u persoonlijk, maar uw bedrijf. Ja, ja, en ik word ouder ook, dus dat... Dan bent u wel mede verantwoordelijk, want was u erbij? Nee, ik denk, ik heb ook laatst een artikel, een opiniestuk gepubliceerd, waarin ik ook aangeef dat ik eigenlijk de milieubeweging en activisten ook dankbaar ben voor het feit dat zij mijn bedrijf, Tata Steel, op een voetspoor hebben, op een traject hebben gezet, waarvan ik denk dat het in de toekomst heel erg succesvol kan zijn. Dus die druk van buitenaf is wel goed, zegt u? Die is nodig. Ja. En dat, ik denk dat het ook menselijk is. Daarom is ook de overheid nu zo'n grote pot aan geld beschikbaar gesteld voor om te stimuleren. Puur bedrijfsmatig zul je misschien die stap anders niet zo gaan nemen. En ik denk door druk en door stimulans dat je juist die versnelling gaat krijgen die eigenlijk iedereen wil. Want dat is wel het interessante in dit thema. We willen allemaal hetzelfde. De vraag is, hoe kunnen we daar zo snel mogelijk komen? Ja. Hoeveel geld is daarvoor nodig voor die vergroening? Ik las wat artikelen in de voorbereiding op deze uitzending en kwam een bedrag van 1 miljard tegen. Subsidie van 1 miljard. Dat is in het programma genoemd, maar dat is niet het definitieve bedrag wat Tata Steel wil aanvragen. Dat bedrag is namelijk nog niet bekend. En op dit moment wordt daar in overleg ook met de overheid en met projectteams binnen Tata Steel wordt gekeken, ja, wat is nu de totale kapitaalsbehoefte. Er wordt gerekend en gerekend. En komen ze ver van dat bedrag af, denkt u? Ik ben niet in een positie. Dat weet u niet. U weet het wel, maar u mag niet zeggen.
Nou, nee, dat zou mijzelf heel interessant kunnen maken. Maar ik denk dat ik gewoon niet, dat is niet belangrijk zo genoeg ben. Maar mevrouw Bikker, is dat, want er zijn dus allerlei potten, klimaatpotten ook. Een miljard voor Tata Steel. Het voelt ook raar. Het is gewoon een commercieel bedrijf. Waarom moet je daar een miljard in stoppen als overheid? Ja, ook ik heb hier niet een zak met een miljard die ik uitdeel. Dus voor mij is het vooral belangrijk om te kijken wat kunnen we doen als overheid om te bevorderen dat ook grote industrie in Nederland groener wordt. En inderdaad zitten we er dan niet om de aandeelhouder te spekken. Dat kan niet de positie zijn van de overheid. We zitten er wel om te vergroenen en te zorgen dat werkgelegenheid, dat we op een of andere manier ook zorgen dat mensen die daarin hun boterham daarvan afhankelijk is, dat we zorgen dat we daar op een goede manier mee omgaan. Ja, dus als daar geld in moet, dan moet dat ook. Dat hangt er dus echt vanaf welke kant het op beweegt en ook onder welke voorwaarden. Want we gaan niet zomaar geld steken. Precies, dus het moet allemaal goed afgebakend zijn. Daar moeten we goed naar kijken. Maar ik herken wel heel erg dat er twee discussies door elkaar lopen. En dat is ook denk ik waar jullie terecht aandacht voor vragen. Er zijn nu ook inderdaad hele goede initiatieven bij Tata Steel. En dat moeten we ook ondersteunen. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk het lastige probleem dat er nog steeds te veel emissies zijn van zeer zorgwekkende stoffen die buiten de vergunning zijn. En je ziet dat die twee discussies ervoor zorgen dat soms iedereen wel heel erg negatief over Tata Steel gaat worden. En ik denk dat we dat moeten onderscheiden. Okay. Ja, we moeten zorgen dat die uitstoot van giftige stoffen echt teruggaat. En wat mij betreft, als dat ook niet lukt, dan betekent ook de ultieme consequentie dat een vergunning moet worden ingetrokken voor een van de vervuilende fabrieken. Hij kijkt nu geschokt. Tegelijkertijd moeten wij ook met Tata Steel gaan kijken hoe kunnen we daar die toekomstbestendige fabriek neerzetten. Okay. Want staal is natuurlijk een prachtig product. Als je het over een circulair en duurzaam product hebt, dan is dat wel staal. Ja, gaat best lang mee als je goed staal zeker, hebt. Zeker, en je kunt het weer omsmelten en dan kun je Even tot slot nog naar uw rol. Want u zit dus in uw eentje in die staten al jaren. En nou ja, u bent echt 55 mensen. U bent een klein duimpje daar. Een beetje vergelijkbaar met de ChristenUnie of de voorgangers van de ChristenUnie vroeger in Den Haag. Die waren ook klein. En hoe is het om daar als in je eentje te strijden? Ja, kijk, dan komt het natuurlijk gewoon op aan dat je strategisch kunt handelen. En ik denk dat ik daar in de afgelopen jaren, daar zijn we als fractie wel goed in geworden. Want kijk, ik zit niet alleen. Hè. We hebben ook een beleidsmedewerker, die mag je in dienst nemen als provincie. Ja? Nee, dus er zijn altijd mensen die u helpen. Vraag ik van met wie wil je regeren, maar dat voelt zo raar als je in je eentje bent. Heeft u ambitie om hier in het provinciebestuur te komen? Nou kijk, je ziet natuurlijk wel dat er steeds meer versplintering optreedt. Ja. Ik denk dat als er een vraag zou komen of wij kunnen helpen om de provincie bestuurbaar te houden, dan zullen we er zeker over na gaan denken. Maar tegelijkertijd, ja, u hebt helemaal gelijk. Met één zetel sta je niet vooraan. Dus daarom gaan we ook voor twee zetels. Waarom bent u zo klein eigenlijk hier? Dat vraag ik me ook af. Hele goede vraag. Okay. Als je namelijk naar de stemwijzer gaat, dan komen een heleboel mensen uit op de ChristenUnie. En toch stemmen ze niet op u? Nog niet. Maar dat kan 15 maart veranderen. Ja, 15 maart kunnen mensen allemaal stemmen wat ze belangrijk vinden. Nou goed, dat is een oproep denk ik, of niet? Zeker, ja. Goed. Ja, geef ons die twee zetels en dan kunnen we nog meer positief. Je hebt nog eens twee van de 55. Nou ja, doe er drie, mag ook. Okay. U luisterde naar Dit is de Dag in alle Staten vanuit Alkmaar. Mevrouw Bikker en meneer Klein en alle gasten hier, hartelijk dank. Fijn dat jullie er waren. Veel dank ook aan De Steiger dat we hier te gast mochten zijn. Morgen zijn we in Ede bij de Boer-Burgerbeweging. Dus als u vragen heeft voor Caroline van der Plas, van harte welkom daar. Kijkt u even op nporadio1.nl hoe u zich kunt aanmelden daarvoor. Voor nu een fijne avond en tot morgen. Dit is de Dag is een programma van de EO.